De laatste aanpassing was van 2013 en we hebben wel in de tussentijd met de koersstijgingen aanpassingen gevraagd. Dat is nooit toegewezen. In 2020 oktober, meen ik, heeft de Vereniging van KI's in Suriname een brief naar de SAMS gestuurd met een onderbouwde aanvraag voor een aanpassing. En ik denk dat op basis van die aanvraag toen de SAMS de zaak heeft voorbereid om te gaan naar een aanpassing. We hadden inderdaad de $30 een beetje als een maatstaf genomen. Ik denk dat we er nu nog steeds onder zitten, maar we zitten wel ver boven in feite die $4 of $5 dat het tot nu toe was. Benzine wordt aangepast, EBS wordt aangepast. Alleen dit is heel lang niet aangepast en vandaar in feite mensen zo zijn geschrokken van de verhoging, omdat het eigenlijk al bijna 8 jaar niet is gebeurd. Maar dit is een besluit dat zou worden getekend door Juspol. Is dat al geëffectueerd? Dus dat als iemand nu gaat keuren, dat ze een verhoogd tarief betalen? Nee, het is volgens mij nog niet geëffectueerd. We zijn nog ook bezig te onderzoeken hoe en wat en wanneer, want we hebben geen officiële informatie van de SAMS ontvangen. We hebben dit ook via de media gehoord. Dus we hebben dus nog geen officiële instructies gehad. Dus dat is in feite nog niet geëffectueerd. Maar het grootste probleem lijkt de koers te zijn, want als we uitgaan van die $30 als een maatstaf, dan verdienen jullie omgerekend nu $4.33 op basis van de huidige koers. En dat leidt tot enorme verliezen voor de keuringsinstanties. Ja, het zijn op een gegeven moment ga je vervangingsinvesteringen moeten doen. En die moet je doen dus wel tegen actuele koers. En als je dus de hele tijd onder je koers hebt gezeten, dan heb je nooit kunnen sparen voor de vervangingsinvestering. Tevens is het zo dat je de medewerkers ook aanpassingen wil geven die in lijn zijn met de kostenstijgingen in de maatschappij. En dat wordt ook een beetje moeilijk als je dus gebonden bent aan het oude tarief. Dus van meerdere oogpunten kan dat bekeken worden. Oké, en ik denk het belangrijkste dat de samenleving wil weten is naar hoeveel gaat het. Want we weten voor personenauto's bijvoorbeeld, zijn gewend om 100 SRD te betalen. Wat wordt er vanuit de Vereniging van Keuringsinstanties voorgesteld? Welk bedrag is voor jullie aannemelijk? Wij hadden voorgesteld een bedrag van tegen de 500-600 SRD. En dat was inclusief een deel voor de overheid, voor de SAMS. Het is nu, als ik goed heb gekeken in de tabellen die gepubliceerd zijn, is volgens mij 400 zoveel, als ik me niet vergis. 475, dacht ik. Dus dat moeten we allemaal nog officieel gaan vernemen, wat het nu is. Wij hadden wel ietsje hoger voorgesteld, omdat dat eigenlijk toch een beetje een actuele beeld geeft van de kosten en de koersontwikkeling. En ik had ook gelezen dat de keuringsinstanties hadden voorgesteld om het geleidelijk aan te verhogen, te beginnen met de verhoging van 200%. Dat was volgens mij een aantal jaar geleden, toen de koers ook tegen de 14 zat. En nu zijn we al tegen de 21. Nu is het al een achterhaalde zaak. Dus dat bericht van 300% verhoging, daar zijn jullie content mee? Nou, niet helemaal, maar het is wel een goed begin om in ieder geval een sprong te maken naar toch een beetje echte waarde voor de dienst. Dus dat voorstel is ook gedaan aan de minister van Juspol. Wat is de volgende stap? Wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Nou, ik denk dat het binnen de overheidskanalen, justitie en SAMS, dat als een besluit moet worden gepresenteerd. En dan krijgen wij de instructies van de SAMS per wanneer dat ingaat. Nogmaals, we hebben geen officiële informatie gehad van de SAMS tot de dag van vandaag. Dus we wachten dat even af. Want het leek me wel aannemelijk dat als die verhoging zou worden doorgevoerd, dat er gesprekken zouden moeten worden gevoerd met de stakeholders. En dat jullie voorstellen daarbij meegenomen moeten worden. Ja, dus wij hebben dat in het verleden gedaan. Er is af en toe heel weinig overigens naar ons geluisterd. We hebben wel het gevoel dat naar aanleiding van ons laatste schrijven, dat dit tot stand is gekomen. Die informatie hadden wij ook al in oktober, november vorig jaar vernomen van de SAMS. Dus uiteindelijk hebben we het toch goed oor gehad van de overheid. Dat is niet altijd zo geweest. Er zijn dingen genoemd door die te maken zouden hebben met verkeersveiligheid enzovoorts. Wij van de VKS kunnen dat verband niet meteen zien. Wij van de VKS zijn voor een sector waarin duurzaam ondernemerschap kan plaatsvinden. Dat is zowel financieel, technisch als logistiek. Wij kunnen het verband niet zien met de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid hangt af van ook de handhaving op straat. We hebben ook vaker voorstellen gedaan naar de overheid, naar de SAMS, over hoe de handhaving op dit punt verbeterd zou kunnen worden. En daar is ook nog niet naar geluisterd. En als je geen handhaving hebt,
en je hebt een verhoogd tarief en niemand komt en je hebt geen handhaving, dan is het ook alweer voor niets. Dus je moet altijd een geïntegreerde aanpak hebben en dat missen wij vaak bij de overheid. Dus we moeten nog zien waar dit naartoe gaat leiden, hoor. We zijn nog niet, laten we zeggen, we krijgen misschien op papier meer geld, maar we zien nog niet dat dit echt een geweldige omslag teweeg gaat brengen. Want ze leggen dat verband door te zeggen dat goedgekeurde auto's veiliger zijn op de weg? Ja, maar als je niet weet hoeveel goedgekeurde auto's er zijn op de weg. In een hele tijd geleden werden nog cijfers gepubliceerd van per maand zoveel auto's goedgekeurd enzovoort. Dat is al een aantal jaar niet meer zo. Dat wordt gewoon, weet ik, om wat voor reden dan ook geheim gehouden. En als de overheid dus niet die transparantie en niet dat goed behoorlijk bestuur zelf hanteert, dan kan iedereen alle soort argumenten en zaken in de media vermelden. Maar we kennen de echte oorzaken niet. En dan kan je wel zeggen, een goedgekeurd voertuig is een veilig voertuig. Maar dat is ook niet altijd de oorzaak van verkeersongevallen. Je hebt snelheid, je hebt weggedrag, je hebt alcohol, je hebt afleiding als mobiel. We hebben ook nooit echte goed onderbouwde statistieken gezien van de politie daaromtrent als oorzaak. Het is altijd van de controle over het stuur verloren, maar daar hebben we niks aan. Wat is de echte oorzaak? Dat wordt nooit. Of misschien wordt het onderzocht, maar dan wordt het weer niet gepubliceerd. Maar dat is weer die overheid die kennelijk niet goed weet wat openheid en transparantie is om te komen tot gezamenlijke verbetering. Ja, want ik weet wel bij aanrijdingen dat voertuigen in beslag worden genomen voor wat ze noemen een herkeuring. Ik ben heel benieuwd hoe dat plaatsvindt. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt vastgelegd. Is er ergens een map met inspectie en vaststellingen? Dat willen we ook graag zien. Dan kunnen we zeggen van oké, de politie doet dat. Maar het lijkt een standaard zinnetje. Want wat ze nu doen met dat argument van verkeersveiligheid is dat er een groter deel gaat naar Juspol van de keuringstarieven. Ja. Over het algemeen moet de overheid, in dit geval Juspol, ook zijn budget zien goed te krijgen. En als je naar het budget van Juspol krijgt van 2021... dan zie je dat ze een heel groot tekort hebben. Juspol heeft een aantal zeg maar geldverdienende organisaties onder zich, waaronder de SAMS. En het is niet meer dan normaal dat de overheid, in dit geval Juspol, daar ook zijn deel uithoudt. De burgers moeten ook meebetalen aan de diensten die Juspol biedt. En met name ook de andere diensten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uittreksels bij CBB en dat soort zaken. De overheid houdt nog te weinig geld daaruit. Dus het is wel goed dat een groter deel nu wel naar de Juspol gaat, naar de handhaving en misschien naar andere diensten van Juspol die geld nodig hebben op de begroting. Dat hoort er gewoon bij. Daar zijn we ook groot voorstander van. Wij hebben onze aanpassing in vorig jaar ook onderbouwd met het budget van Juspol. Dat ze daar een paar honderd miljoen tekort komen en dat ze dus wel moeite moeten doen om meer geld binnen te halen. En dit is gewoon een middel. De government take is ook een middel. Dat zijn allemaal middelen om de burger proportioneel te laten betalen voor de diensten waar die ze genieten.